We gaan verhuizen. Nou, de vrachtwagen is gearriveerd. Onze spulletjes. En ik heb de sterkste vrouw van Portugal uitgenodigd. En weet je wat zo grappig is? Achter deze vrachtwagen staat een tractor te wachten totdat hij erdoor kan. Ja, heb ik al gezien. Kijk, er staat achter hem een... Zie je ook voetjes daar staan? Dit is wel echt grappig, hè, dit. Busje komt zo, busje komt zo. Dinsdag deden we, laat hem maar gewoon al het werk doen. Maar mijn broers willen dan ook veel te veel doen. En dat zou ik ook in hebben. Ik zeg, weet je wat? Jij bepaalt wat eerst gaat en dan twee. En dan gaan wij dat wel pakken. En dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Veel bende? Nee, ja, bende. Maar het is er wel. Want ik dacht, misschien gaat hij er wel mee vandoor. Vind jij het? Nou jongens, dan gaan we. Door, baby. Even kijken, is die helemaal leeg? Ja, even kijken jongens, is die leeg? Nog één doos. Wat is die doos? Nog één doos, dat is er een glaswerk. Hou hem er even open. One box. One more box. Yeah, I know. You're gonna be famous on the movie, okay? Ja, al twee keer nu. Oh, no, is this plan. Oh, ja, dat is zeker. Dus als we hier gaan wonen... Wil je dan een nieuw slot, Thijs? Maak er een hangslotje van, denk ik. Nee, open deur. Het is bij ons altijd open. Oh, dat is wel lief. Nou, het huis staat er nog. Alle spullen zijn ingeladen. Nog even wachten. Dan hebben we de sleutel. Geweldig, Thijs, dat je dit hebt om dit op te slaan. Had je dat anders moeten laten? Ja, we hadden het niet gedaan, denk ik. Nee. Ah, mijn koffer. Je koffer. Er zijn campingspullen in. Zo, we zijn er nu wat. En dan gaat hier weer een trap naar de boven. Waar? Ja. Welke koffer zit dan? Helemaal geaccepteerd, hè? Ja. Doe die stand-up paddle, ja. Nou, hier de voordeur van als je het gaat huren. Nee, die moet er ook uit. Niet nat, oh, daar komt zeker een paddle. Super. Wat is er dit? Ja, jongens. Braaf, Teddy. Nou, dan kan je toch wel een hele hoop kwijt hoor, in die auto. Iedere keer kan ik meer meenemen dan wat ik verwacht. Nou, wil je nog iets tegen het Nederlandse volk zeggen? Wij komen nooit meer terug. Dan weet u het er vast? Een tepelt, ja. Dan. Eerst de keuken. En dan is het dus het idee om dus die deur dus weg te halen. Deze, dan maken we dus een raam van. Ja, ja. Zo, ja. En dan hebben we hier een lange bank aan de muur van een houten bank. Een tegeltje of zo, weet ik wat. Dan kun je lekker op zitten, dan maak je maximaal gebruik van de ruimte. Ja. Dan komt hier een hele lange tafel. En dan kunnen hier ook mensen zitten. Dan kan je met een man of acht zou je lekker goed kunnen eten. Koffietje doen 's ochtends. En als je omdraait,
Dan worden deze ramen moeten dus twee grote deuren worden. Eigenlijk die we in ons huis ook hebben. Waar je zo meteen hier ook op de tuin in kan. Ja, maar zie wat een uitzicht. Dan. Fantastisch. Dan heb je natuurlijk helemaal groen. Ja. Uitzicht op je citroenboompje. Een beetje bijsnoeien. Nou, ja, volgende week zijn we klaar. Dit was de oven. Alles was opgeknapt. Dat is duidelijk. Thijs, ik moet gewoon door de rotzooi heen kijken. Maar het zijn gigantische ruimtes. Nog een ruimte. Oh, daar staat hij neer. Dat heb ik heel goed gekund dat dat grote huis natuurlijk snel verkocht had geweest. Dus we zijn er tijd bij geweest. Ja, je komt eigenlijk dit garage met waar we eventueel de auto kunnen neerzetten. Ja. Een grote garage, tafel, een klustafel met allemaal dingen aan de muur. Je grasmaaiertje, al je spullen, je surfboarden kunnen hier allemaal staan. Dus ja, ruimte geen gebrek. Nee, zeker niet. Maar ik zeg nog eens, de mensen moeten zelf komen kijken. Ja, dan ruik je de historie van het huis. Om de anderhalve week komen kunnen ze maar mee. Helpen? Ja. Nou, ja. Ik denk dat jij dat ook wel leuk zou vinden. Een beetje aangepast werk. Ze krijgen gewoon een lijst met klussen en denken, we gaan het zelf doen. Dan gaan we het met hulp doen. Ja. En dan zie je het wel. Licht in de duisternis. Nou, eigenlijk moeten we even iets pakken. Oh ja. Even kijken. Wat hoor ik daar? Het kleinste bosje. Maar dit zijn wel de sleutels van onze toekomst. We hebben getekend, jongens. 9 oktober 2020. 1920. Mark komt onthouden. Echt een gek idee, hè? Ja, ik bevat dit altijd nooit zo snel. Dit duurt altijd even. Wacht maar, totdat je aan het klussen bent. Ja, dan zijn we begonnen. Ja, jongen, het ging eigenlijk hartstikke goed, hè? En ja. We hebben de twee erfgenamen gezien, die hadden we ook al gezien. Maar het was echt, de advocaat was erbij, de makelaar was erbij. En heel goed getekend, alles werd voorgelezen door de notaris. En, super lieve erfgenamen allemaal. Ja. Ja, echt heel leuk. We zijn overal welkom in Canada en in de buurt hier. Volgende week krijgen we een barbecue met vis. Bij ons in huis, dat volgens mij was dat idee. Oké. Bij ons is het nieuwe huis. Gaan barbecuen met de Donna Julia. Dat is wel grappig. Ja. Echt heel leuk. Nou, doen we even nog een fotootje met ons. Oh ja,
Wat wil je tegen haar zeggen? Wat? Ik weet niet zo goed. Vond je het leuk dat ze er waren? Nee, heel leuk. Ja, absoluut. Hè? Echt heel leuk. Ik vond het heel gezellig. We hebben lekker gegeten. We hebben een paar dingetjes samen. Voor de rest rustig aangenaam. Veel gelachen. We hebben vanavond fantastisch gegeten bij Eden Beef in Bevende de Pinheiro. Ja. Waar we nu nog wonen, maar over 2 weken niet meer. Dus ja, ik vond het helemaal top. Iedere moment welkom. Ik zou zeggen, kom in januari gewoon nog een keer kijken hoe het dan vordert. Weekendje. Leuk, hè? Dus de bovenverdieping denk ik ook. Lekker aardig. Lollig was het ook, hè, met die twee. Juist, ja. Helemaal gek. Ik geef er een wijntje en het is los. Dus ja, nee, mag zeker een keer komen. Nog een keer komen en... Ja. Ze gaan zich nu lekker klaarmaken voor de nacht. In Casa Amarella. Casa Amarella. Casa Amarella. En ze gaan nu lekker hun tanden poetsen. Ja. Op dit moment. En papa en mama moet er even rond laten. Ja. En dan gaan we morgen om 7 uur vliegen. Ja. 9:35 om 7 uur gaan we rijden. Oh ja, hier is echt tafelsveel glas. Ja.